Helaas is het een feit dat we wanneer om ons heen kijken, lezen en luisteren, moeten toegeven dat er een groot probleem is en een gebrek is aan opvoeding. En dit is helaas bij jong en oud het geval. Dit heeft als oorzaak dat we af zijn geweken van de weg van Allah Azza wa Jal en zijn boodschapper. Dit heeft als oorzaak omdat wij een opvoeding hanteren waarin de weg van Allah, de kitab en de sunnah niet in voorkomen. Het is dan ook de hoogste tijd om te streven en terug te stappen naar de correcte islamitische opvoeding. Een opvoeding die het karakter en het geloof ontwikkelt. Het is de hoogste tijd om terug te keren en bekend te raken en het te promoten. Want voor sommigen zal dit zelfs heel vreemd klinken. En anderen zullen zich de vraag afstellen, komt dit ook voor in de islam? Heeft de islam ook hier de nadruk op gelegd? Het opvoeden. Heeft de islam ook daar een oplossing voor? Het antwoord is dus duidelijk een ja. Ik zal met de wil van Allah Azza wa Jal daarom een aantal richtlijnen of handvaten, tips, die de geleerden uit de islamitische bronnen hebben weten te halen voor een correcte islamitische opvoeding. Het is de islam namelijk, als je daarbij stilstaat, die ons leert dat de opvoeding namelijk begint voordat het kind zelfs er is. Het is de islam die ons op wijst dat we de juiste partnerkeuze moeten maken. Daar begint eigenlijk de opvoeding al. Kijk hoe ver de islam namelijk jou aan het denken zet. Dat niet op het moment dat het er is, dat je dan pas denkt van oké, nu moet ik gaan beginnen. Ruim van tevoren word jij voorbereid om een correcte islamitische opvoeding te hanteren. Het is ook de islam die ons leert dat de opvoeding niet alleen begint bij de juiste partnerkeuze. Ook als je eenmaal die partner hebt, leert de islam ons dat de juiste islamitische opvoeding begint bij zelfs de geslachtsgemeenschap met je vrouw. Daar leert de islam ons een bepaalde smeekbede te doen om bescherming te zoeken en te vragen voor datgene wat eventueel uit die geslachtsgemeenschap zou kunnen komen. Allah, de profeet sallallahu alaihi wasallam leert ons dan ook om de dua te zeggen. Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana. O Allah, behoed ons van de shaytan en behoed datgene wat u ons schenkt ook van de shaytan. Kijk, subhanallah, twee fases. Ruim voordat het kind überhaupt er is, wordt jij herinnerd en wordt jij gestuurd naar een correcte islamitische opvoeding. Het is de islam die ons leert dat het kind altijd al met de juiste islamitische opvoeding geboren wordt. Dat het de basis, die ligt er al. Het wordt namelijk met een hart waarin la ilaha illallah in zit geboren. Het is de omgeving en opvoeding die deze natuurlijke aanleg van de mens behoudt of verpest. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ons immers al geleerd dat een kind volgens de fitra, op de fitra wordt geboren en dat het de omgeving is die hem tot een jood of een christen of een zonneaanbidder of een koeaanbidder of een atheïst of iets dergelijks maakt. 14 eeuwen geleden leerde de profeet sallallahu alaihi wasallam ons dat de opvoeding dus daar al begon, in de omgeving en in de opvoeding. Het is de islam die ons ook leert om direct bij de geboorte de adhan in het oor te doen. Zo is het ook. Zo is dit dan namelijk het eerste wat het kind. Nu heb je allerlei fases gehad voordat het kind er was. En nu leert de islam ons vanaf het moment dat het kind eruit komt, uit zijn moeder komt, dat dan het eerste wat je zou moeten doen, de adhan in het oor van het kind. Daarmee wordt aangegeven en wordt daar al een basis gelegd voor de opvoeding. Dat het eerste wat het kind dadelijk te horen krijgt als zij of hij deze wereld instapt, dat het woord van Allah Azza wa Jal is. De oproep tot het aanbidden van de Heer der schepselen.
Het eerste wat hij dan hoort is de adhan. Het eerste wat hij hoort is direct de verkondiging van de islam. Wat de shaitaan doet verjagen. En dan komen we bij een periode waarbij het belangrijk is om de volgende zaken goed in de gaten te houden en toe te passen. Het kind is als baby al in aanmerking. Het kind als baby al in aanmerking laten komen met de Koran in het huis, de radio, tv, etc. En sommigen denken, ga je dan zover? Dat het kind is nog eigenlijk een paar weken of een paar maanden en je moet het dan al de Koran laten horen. Zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons adviseren om de adhan te doen in het oor van een pasgeboren, van iemand die enkele seconden geleden uit zijn moeder kwam, om daar de adhan voor te doen als het geen nut zou hebben? Dus heeft het wel degelijk nut om het kind vanaf dan al dagelijks in aanmerking te laten komen met de Koran. En de Koran in het huis af te spelen. De Koran op tv in het huis aanwezig te laten zijn. Het heeft, zonder dat jij het misschien zelf direct merkt, invloed op zijn opvoeding later. Wanneer het zelfs een moment dat het kind een zuigen is aan de moeder, dat die dan al vanaf dat moment al de Koran hoort. Een allereerste punt waar je dus dat zou moeten toepassen is namelijk het volgende. Ik heb een aantal dingen verzameld en natuurlijk zullen er tal van andere mogelijkheden zijn en middelen die ook de geleerden aangeven, maar die we niet allemaal kunnen behandelen door tijdgebrek natuurlijk. Een eerste en belangrijke zaak is het feit dat je het kind, je moet het laten geloven in Allah. Versterk het geloof van het kind in Allah en in niemand en de vrees voor Allah en voor niemand anders. Van kleins af aan dien jij het kind te leren om niemand anders te vrezen dan diegene die haar of hem heeft geschapen. Van kind af aan dien je het kind te leren dat het hoofd nooit en ten nimmer voor iemand anders of iets anders buigt dan voor haar schepper. Van kinds af aan verbind je hem met zijn Heer of verbind je haar met haar Heer. Van kind af aan, maar laat jij hem niets anders vrezen dan Allah en maak jij hem niet bang met dadelijk haal ik Bu'u of dadelijk haal ik Aisha Khadija of dadelijk haal ik het monster van Loch Ness of kijk uit ik doe het licht uit en nee. Je leert hem in de opvoeding, kijk uit, want Allah zal boos op jou zijn. Allah zal ontevreden over jou zijn. Niet doen. Of als je iets wel doet, Allah houdt van jou, o mijn zoon, o mijn dochter. Allah is o zo blij met jou met deze daad die je nu hebt begaan. En wat zien wij terug, telkens willen wij onze kinderen bang maken met allerlei onnozele zaken. Die niet eens bestaan soms en gewoon een verzinsel zijn. Of partners die je bang maken met de ander. Kijk uit als je papa dadelijk komt. Je bok is al gek. Je jimok radin goel hele. Want de vader weet hij kan het kind. Hij is daar heel zacht in. En hij weet dat de moeder daar wat strenger in is. Of als je moeder thuis komt. Kijk uit want als je moeder het ziet. Als je moeder het hoort. Verbind het kind vanaf kleins af aan met de Heer. Als Allah het ziet. Als Allah het hoort. En Allah ziet alles en Allah hoort alles. Waarom dit allemaal? Om het kind van kleins af aan te binden met haar en zijn Heer. Een volgende punt, geliefde broeders en zusters. Benadruk het belang van het gebed en versterk de band van het kind daarmee. Van kleins af aan. En nu zul je natuurlijk zeggen, ja maar de islam legt het pas op als je 10 bent en dan is het pas verplicht. En dan moeten we eigenlijk zelfs wat strenger daarin zijn met straffen of iets dergelijks. Ja van 7 moet ik toch pas mee beginnen om hem of haar daarop aan te spreken. Maar hoe eerder je daarmee begint, hoe makkelijk het later is. Als het kind niks anders gewend is dan het zien van biddende mensen, het zelfs meedoen met biddende mensen, dan zal het daarna ook
minder problemen daarmee hebben. En misschien, zoals bij velen van ons is voorgekomen, zal er een periode zijn dat hij geen band heeft door de omstandigheden en puberteit. En misschien door allerlei zaken die hij wilt ontdekken in het wereldse leven en de verleidingen. Zal hij misschien een tijd lang zijn relatie met het gebed zal verwateren of zal verkleinen. Maar het zal niet zo zijn dat hij zo ver komt dat hij geen enkele band meer heeft met het gebed. Sterker nog, als dat een periode is, dan zal hij zich constant schuldig voelen en pijn voelen en verdrietig zijn. En zal hij snakken weer naar de terugkeer naar dat gebed. En zal hij eerder terugstappen naar het gebed dan degene die vanaf kleins af aan al geen enkele relatie heeft met het gebed. Nooit erop aan is gesproken, nooit daarmee is opgevoed. Nooit de moskee van binnen heeft gezien. Hoe moet hij die drempel die voor hem zo hoog lijkt verkleinen, terwijl zijn papa of mama die nooit heeft verlaagd voor hem die drempel? Leer hem de wodo op jonge leeftijd. Doe het voor, speel daarmee. Beloon hem daarvoor, voor het feit dat hij het al kan. Bid jouw nawafil als ouder thuis. Je bidt in de moskee je gebeden. Laat je nawafil thuis achter, zodat de kinderen ook zien. En dat is eigenlijk ook een van de hikam van waarom de profeet sallallahu alaihi wasallam ons heeft geleerd om de vrijwillige gebeden zoveel mogelijk thuis te verrichten. Zoveel mogelijk thuis te verrichten, terwijl we weten eigenlijk dat het gebed in de moskee eigenlijk zoveel hasanat en ajr heeft. Toch deed de profeet sallallahu alaihi wasallam de vrijwillige gebeden bijvoorbeeld thuis verrichten. Hierom, geliefde broeders en zusters, om het gezin, om de kinderen het gebed te laten zien. Dat er dagelijks het gebed in het huis wordt verricht, dat dat een ritueel, sterker nog, een band is die waar men niet van kan afwijken of los kan laten. Zorg ervoor dat het kind van kleins af aan daar een band mee heeft. Laat dan ook geen huis, geen islamitisch huis, zonder adhan zitten. Zorg ervoor dat in jouw huis, wil jij een islamitisch correcte opvoeding aan jouw kind geven, zorg ervoor dat in jouw huis de adhan klinkt. In de islamitische wereld hoef je daar niet druk om te maken, want de moskee om de hoek, die hoor je wel. Het kind hoort de adhan op school, op straat, in de kamer, in de tuin, overal zal het de adhan horen. Misschien wel van 10 moskeeën door elkaar. Als jij in het Westen leeft en je hebt dat gevoel niet en je hebt die band, je hebt dat niet om de kinderen mee te geven, maak je je dan druk om hoe je het wel zou kunnen geven. Er zijn tegenwoordig tal van mogelijkheden daarvoor. Klokken die de adhan doen, de computer die de adhan doet, allerlei middelen die je daarvoor kunt gebruiken. Sterker nog, wil je datgene doen wat een van de mashayikh ook als advies geeft, als praktische tip. En deze kun je toepassen, geliefde broeders en zusters. De tijden van de adhan, hang die op een duidelijke plek. Geef jouw kind, wil je hem islamitisch correct opvoeden en wil je hem verbinden met de adhan en met de oproep van tot Allah en tot het gebed? Geef jouw kind, maak hem volwassen en geef hem de verantwoordelijkheid en zeg, o zoon of o dochter. O zoon, dit zijn de tijden. Ik wil van jou dat jij deze maand de adhan doet in het huis als jij aanwezig bent. Als jij ziet dat het salat door is, doe jij de adhan in huis. En aan het eind van de maand krijg jij van mij daar een beloning voor. Krijg jij van mij zoveel euro's voor. Krijg jij van mij dat cadeautje of weet ik veel. Een kleine praktische tip die je zou toe kunnen passen die niet moeilijk voor jou zou zijn. Maar het kind, wallah, het is in de praktijk toegepast. En mensen zeiden, mijn kind ging zelf bijhouden van, papa, is het nu al, moet ik al, en ging kijken, mama, is het nu al 2 uur? Moet ik al de adhan doen? Mama, is het nu al salat al-asr? Want ik moet de adhan doen. Ik heb een verantwoordelijkheid, ik heb een baan erbij gekregen. Ik heb een bijbaantje gekregen. Wat voor bijbaan? Een oproep tot het gebed. Het beste wat je zou kunnen krijgen. Jij als vader, heb je daar niet enkele eurotjes voor over? Misschien centen voor over? Misschien iets kleins voor over? Om dat kind op een gegeven moment, als hij dat een tijdje doet, dan heeft hij dat horloge niet meer nodig.
dan heeft hij die tijden niet meer nodig. Dan gaat zijn hart namelijk roepen. En dan gaat de alarm af in zijn hart als het tijd van het gebed er is. En dan gaat de wekker in zijn hart af en niet in op zijn telefoon of ergens anders af. Dit zijn praktische zaken die je zou toe kunnen passen. En natuurlijk het meenemen naar de moskee. Maar het meenemen naar de moskee en daar oog voor hebben. En niet het meenemen naar de moskee en het droppen alsof het een zak is die je ergens laat en daarna na afloop die gaat oppikken ergens. In de tussentijd is die zak omgevallen en heeft hij zoveel rotzooi veroorzaakt in de moskee of buiten in de moskee. Terwijl jij het naast je zou kunnen leggen. En misschien ook een mogelijkheid daarna zou kunnen geven om te spelen of iets dergelijks. Geliefde broeders en zusters, het vervullen van je voorbeeldfunctie als ouder is ook een belangrijk punt in de correcte islamitische opvoeding. Helaas zien we namelijk dat dit een punt is waarin velen de mis ingaan. Hij wil dat zijn kind nooit liegt. Maar hij meldt zich 's morgens, zegt hij tegen zijn vrouw dat ze moet afmelden op het werk. Terwijl hij fit is, maar zijn vrouw moet zeggen dat hij ziek is. En het kind hoort het. Hij komt vrijvragen. Hij komt eigenlijk na te laat te komen van vakantie. Omdat hij nog een week langer in de zon wilde liggen. Komt hij dus aangeven dat zijn kind ziek was en daarom langer in het geboorteland is gebleven. En het kind staat erbij. Wat gebeurt hier? Ben ik ziek geweest? Ik heb een tof vakantie gehad. Maar ziet de vader vol liegen. En ziet de andere kant, de juf of wat dan ook, vreemd aankijken en denken van, is dat het? En zelfs medelijden hebben en het kind begrijpt er geen niks meer van. Wat is papa nou aan het vertellen? We hebben een geweldige vakantie gehad. Sterker nog, het was zo leuk dat we langer daar zijn gebleven. En nu vertelt hij dat ik ziek was of dat er iets was waardoor we te laat zijn. Ze zien dag in dag uit allerlei beloftes die de vader maakt aan de moeder. Of de vader maakt aan het kind. Ik ga jou dit halen. Als je dat doet, koop ik je dit. Hé, als ik dadelijk terug ben, gaan we daar naartoe. En dag in dag uit komt hij zijn beloftes niet na. Hoe wil je dat kind dadelijk zijn belofte wel nakomt jegens anderen? Hoe wil je dat het kind wel altijd de waarheid blijft spreken? Is dat kind dan niet vanaf het moment dat jij al tegen die lerares hebt gelogen? Heeft hij dan niet een voorbeeld, zijn voorbeeld, zijn papa of zijn mama al gehad die liegt tegen de leerkracht? Zou hij dan niet de eerste zijn die daarna ook liegt tegen de leerkracht en tegen wie dan ook? En sterker nog, op een gegeven moment zelfs liegt tegen zijn voorbeeld, zijn moeder en zijn vader? Hij ziet papa haram geld verdienen. Maar papa wil wel dat zijn kind naar school gaat en studeert en arts wordt of op een halale manier zijn geld verdient. En jij als papa of als mama bent op een harame manier geld aan het verdienen. Hoe wil je dat het serieus overkomt? Hoe wil je dat het geloofwaardig overkomt? Jij die rookt en tegen zijn kind zegt, ja mimi, je moet niet roken. Ja, want het is slecht en het is niet goed voor je gezondheid en het is haram. Komt dat geloofwaardig over? Je praktijk, geliefde broeders en zusters, je praktische voorbeeld wat jij geeft als vader, als moeder, wees daarvan bewust. Dat is datgene wat op het netvlies gegraveerd wordt en nooit meer het netvlies verlaat van het kind. Jouw gedrag tegenover anderen, jouw uitspraken tegenover anderen, jouw gedrag tegenover hem of haar, dat is iets wat opgeslagen wordt en dat ook zijn opvoeding bepaalt hoe hij dan ook gaat worden. Ziet hij iemand die altijd correct is tegenover anderen, die een zorg heeft voor anderen, die liefdevol is met anderen, die altijd zijn belofte nakomt, die altijd ook zich verontschuldigt als hij niet in staat is om zijn belofte na te komen, dan zul je dat ook terugzien in het kind. Geliefde broeders en zusters, leer het kind de adab en etiketten van dua. Namelijk bij het bidden of bij het binnenlopen van de moskee. Het uitlopen, het beginnen bij de, misschien nog wat simpeler, bij het eten om bismillah te zeggen en klaar te zijn, alhamdulillah. En gebruik daarvoor de kortste versies. Ga niet jouw kind Hesl Muslim proberen te laten lezen. Leren. Citadel van de moslim. En verwacht dat het kind dat uit het hoofd gaat leren. Nee,
simpele dua, verkorte versie, leer hem constant. Als je drinkt, moet je dit doen. Als je met eet, eet dan met rechts. Waarom? En dan vertaal je hem verhalenderwijs met een mooi verhaal. Dat de profeet, vrede zij met hem, ooit zat met een van de metgezellen. En hij met hem aan het eten was. En het moment dat die metgezel dus van overal zijn hand liet gaan. En dat hij overal eigenlijk was aan het eten waar het niet netjes was, dat hij moest voor zich eten, zei hij: Ja, Rulam, semmillah, wa kul bi yaminik, wa kul mimma yalik. O jonge knul, o mijn zoon, zeg bismillah. Kijk, drie adviezen geeft hij eigenlijk, in één zin. Maar dat is natuurlijk ook weer toegeschreven aan de boodschapper sallallahu alayhi wa sallam. Maar dan moeten wij proberen om dat dan op zijn minst aan te houden. Hij die hem zegt, zeg bismillah. Kul bi yaminik, eet met jouw rechterhand. Wa kul mimma yalik, en eet voor jou. Ga niet op voor de anderen en voor de anderen zijn eten afpakken. Drie adviezen die hem eigenlijk de etiketten van het eten eigenlijk al bijbrengen. En hij begint met, ja, Rulam, oh mijn zoon. Hij opent eerst het hart. Hij zegt niet, hey, eet met je rechterhand eens. Zoals velen van ons doen. Hij is aan het eten. Hé, was. Hé, eet met rechts. Goed, bismillah. Goed. Alsof die, ik weet niet, dat kind denkt van, ik heb volgens mij een zware, zware zonde begaan. Ik weet niet wat ik heb gedaan tot nu toe. Maar het ziet er naar uit dat ik elk moment misschien naar, ik weet niet, naar Guantanamo afgevoerd kan worden of iets dergelijks. Ik ben vergeten misschien bismillah te zeggen. Kon je het kind dan niet, zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam deed, liefdevol, het hart eerst te openen. Mijn zoon, zeg bismillah. Eet met je rechterhand. En eet voor jou. Wil je dat op een andere manier doen? Doe zelf namelijk voor. Telkens als jij je kind bij je hebt, bewust, natuurlijk doe jij normaal gesproken niet alles hardop. Dat je zegt van, nou, ga nu drinken. Maar is een kind erbij? Zeg, bismillah. Alhamdulillah. Dit zijn zaken die je normaal misschien niet doet. Je zegt in jezelf bismillah en drink. Maar als het kind erbij is, leg jezelf dan op om het hardop te zeggen. Het kind is op het nemen. Het kind is jouw gedrag op het nemen als papa en als mama. En dan zie je hem ook in sommige gevallen sommige dingen doen. Dan denk jij, en zo zeggen vele papa's en mama's, ik weet niet waar hij het van heeft. Hij heeft het van jou of hij heeft het gezien. Hij heeft het opgeslagen, opgenomen, opgeslagen. En hij heeft het daarna, onbewust, heel naïef, heeft hij het toegepast. Wat als hij jou ziet, bismillah, zeg alhamdulillah. En hij ziet jou al die etiketten doen van wat die wij hebben geleerd. Beloon hem steeds. Als hij iets zegt, als hij zo'n dua je leert, beloon hem daarvoor. Dan opent ook zijn hart en dat stimuleert hem ook om nog meer van dat soort zaken te leren. Breng dit in praktijk ook bijvoorbeeld tijdens het reizen. Niet alleen maar zaken die binnen het huis gaan. Je gaat op reis. Heb het dan met hem erover of met haar erover. Natuurlijk zijn de edaya dan groter en groter. Maar nogmaals, hou het beperkt tot het zo klein mogelijk gedeelte. Waarom dit allemaal? Dit allemaal om jouw kind. Om jouw kind constant in contact te laten. Constant in contact te laten treden met Allah Azza wa Jal. Constant verbonden te laten blijven met haar Heer. Als hij met al zijn handelingen leert om Allah Azza wa Jal te gedenken. Bij het drinken, bij het lopen, bij het zitten, bij het opstaan. Bij het binnenlopen van de moskee, uitlopen van de moskee. Bij het slapen gaan, bij het opstaan, bij het bezoeken van het toilet, bij het uitkomen van het toilet. Constant is hij Allah Azza wa Jalla noemen. Je verbindt zijn hart met de schepper. En dan zal hij ook zijn band met de schepper verbeteren. En naarmate hij groeit, zal zijn band ook bewuster worden. En zal hij weten dat hij niet zonder zijn schepper wil leven. Geliefde broeders en zusters. Vrije tijdsbesteding. Nu zien we sommige. Die willen het heel goed aanpakken en ze hebben de beste bedoelingen. En dan willen ze zo'n kind. Ze hebben van alles gelezen over de sira van Ibn Taymiyyah. En ze willen dat kind op zijn vijfde al Ibn Taymiyyah maken.
En ze lezen over Sheikh al-Albani en ze hopen dat hun kind over, als hij vieren zal, Sheikh al-Albani is. En ze stoppen het kind vol met informatie, met boeken, met steeds dit, dit, dit. En proberen het kind, niet het kind laten rezen. En het kind is constant van school, daarna hier naar de Koranles gelijk, nog huiswerk thuis, van huiswerk gelijk. Geen enkele moment om kind te zijn, om te spelen, om je zijn mogelijkheid om zich te ontspannen, om lekker los te gaan. Je bedoelt het goed, maar hanteer en hou AUB rekening met de ontwikkeling van het kind. En laat het een kind wezen. En begeleid op de manier zoals jou voor is geschreven door Allah en zijn boodschapper. En door geleerden, ook pedagogische geleerden. Die jou adviseren of tips kunnen geven. Waar je allemaal rekening moet houden met zo'n kind. Speel ook zelf met zo'n persoon, met zo'n kind. Nu zien we dat vele broeders en zussen van het moment dat ze zich eigenlijk beginnen te... misschien zelfs te praktiseren of iets dergelijks. Of gewoon vanuit een cultureel iets. Niet de tijd nemen en nooit de tijd nemen om met het kind zelf te spelen. Dat die speelt, oké. Okay. Die kan misschien zelfs de hele dag spelen. Maar je ziet oh zo weinig papa's en mama's zeggen van nee, ik ga eens met mijn zoon een balletje trappen. Ik ga met mijn dochter eens fietsen. Ik ga, weet ik veel, even eruit. En ik ga eventjes de tijd. Ik ga stoeien, ik ga lachen, ik ga rollen. Noem maar op. Met het kind. Het moet het maar met anderen doen. Terwijl je met het invullen van die vrije tijd, met het deelnemen aan die vrije tijd van het kind, jouw band kan versterken met jouw kind. En daar ook kan sturen wat wel en niet correct zou kunnen zijn. Vul, geef de mogelijkheden. Je wilt het kind dat hij niet naar... met allerlei computerspellen speelt die verdorven zijn en alleen maar van alles in voorkomt wat je het kind niet toewenst, geef hem dan andere computerspelen. En nu is dat natuurlijk ook gelijk een oproep aan de mensen en de techniek, weet ik veel, met allerlei achtergronden en kwaliteiten van ons. Ontwikkel nog meer van dat soort materiaal, zodat jouw kind en mijn kind straks er profijt van heeft, zodat de volgende generaties dadelijk een kast kan kiezen van spelen die wel correct zijn. Maar als zolang het er niet is en we zitten alleen maar aan het zeuren over dat die andere spelen te gewelddadig zijn en weet ik veel. Waarom zijn er niet mensen tussen ons die dat als verantwoordelijkheid zien om een hele generatie dadelijk te redden van dit soort spellen en er een alternatief aan te bieden. Je wilt dat het kind geen verdorven tijdschriften of zoiets doorneemt. Geef het dan, ontwikkel dan leuke islamitische correcte tijdschriften. En alhamdulillah zijn er ontwikkelen en zijn er mensen die daar al mee begonnen zijn. Mogen Allah azza wa jal hun rijkelijk daarvoor belonen. Boekjes, quizjes, noem maar op. Tekenboekjes. Je kunt het zo gek niet bedenken. Spellen. Alhamdulillah. Mogen Allah azza wa jal hun rijkelijk belonen daarvoor. En hun weg vergemakkelijken en het ontwikkelen van nog meer. Maar we hebben nog meer van dat spul nodig. Want als je kijkt wat er tegenover staat. Het zijn miljoenen producten. En we redden het niet met die drie. Of met die 10 producten die wij op dit moment hebben. Ontwikkel. Draag bij aan de redding van een generatie. Want je ziet zelf dat de niet-moslims wanhopig schreeuwen om bepaalde zaken dat ze er niet meer willen hebben. Omdat ze er effecten van zien op bepaalde scholen. Ze zien de effecten van bepaalde spellen en bepaalde rotzooi en beelden en tv's en films en noem maar op wat ze zien, komen ze nu steeds dichterbij achter. Eerst was het ver en eerst was het heel ver in Amerika misschien. En toen heel in Duitsland en toen kwam het steeds dichterbij en nu is het in een simpel dorpje of ieder school of basisschool om de hoek. Kan er iemand tegenwoordig binnenlopen of zelfs een crash binnenlopen en zijn fantasie in één keer te loop laten gaan en allerlei mensen daar onschuldig onrecht aandoet. Omdat die nog steeds in dat spel zit. En ik zeg niet dat het de hoofdoorzaak is hoor. Maar het een bijdrage kan hebben. En toen begon men te schreeuwen, ja omdat die de hele dag achter zo'n spel zit, daarom heeft hij het gedaan. Ja omdat hij zich in die film zat, daarom heeft hij het gedaan.
enzovoort. Dus zelfs de niet-moslims schreeuwen om hulp van alsjeblieft breng iets fatsoenlijks op de markt. Zet er iets tegenover. En dat is dan ook een oproep aan de moslimgemeenschap. De kledingstijl, geliefde broeders en zusters, een correcte islamitische opvoeding. De kledingstijl. Als je vanaf van kleins af aan niet een onderscheid kunt maken tussen vrouwen en mannen, of een meisje en een jongen, en je hem zo opvoedt van kleins af aan, staat er dan niet versteld van dat hij op een gegeven moment, inderdaad, of zij op een gegeven moment, inderdaad, er zijn mensen die een kind zo bloot laten rondlopen. En dan het verschuilen eigenlijk onder. Ja, maar dat is maar een kind. Daarom juist, omdat het een kind is, moet het kinderkleding dragen. Juist daarom. Zij draagt kleding op dit moment die bekend staat bij een bepaalde soort. Als volwassen kleding, zelfs voor een bepaalde soort van die volwassen kleding. Voor een bepaalde gemeenschap binnen die cultuur of bepaalde beroepen zelfs. Maar jij kan het goed praten door te zeggen, ja, omdat het een kind is, juist omdat het een kind is, is er niet kleding genoeg voor kinderen. Om het kind al vanaf 4, 3, weet ik veel, zo naakt rond bij te lopen. En dan afvragen waarom zij op haar 9e al dingen doet die anderen op hun 30e doen en daarbij loopt als iemand die misschien dadelijk op een bepaald moment ergens in het werken staat. Je kunt het vroegtijdig met de paplepel erin gooien. In ieder geval je verantwoordelijkheid indragen. En het is niet zo, en niemand zegt dat van deze punten trouwens allemaal, dat je, wanneer jij het toepast, dat dat kind dan uiteindelijk het ook zo zal toepassen. Motiveer en beloon. Benadruk, wanneer hij of zij een slimme volwassen opmerking maakt, geef ze de mogelijkheid zijn mening te vertellen en onderbouwen en beloon hem of haar wat meer, geef hem wat meer verantwoordelijkheid. Dit maakt hem of haar meer volwassen. Je ziet dat sommigen nog steeds met een kind omgaan en hij maakt een bepaalde opmerking en dan denk je, hey, hij is pas 5 en hij zegt zoiets. Inderdaad, als hij al een bepaalde volwassen opmerking maakt of zij, beloon hem daarvan. Zeg, ik vind het geweldig dat jij dat zelf zegt. Ik vind het geweldig dat jij zo al kunt nadenken, dat jij eigenlijk al verder bent als de rest. Oh, en zo stimuleer je hem en beloon je hem. En wordt hij gestimuleerd om nog meer op zoek te gaan naar slimme ontwikkelingen of uitspraken of iets dergelijks te doen. Het motiveert hem om in ieder geval de lat wat hoger te leggen. En blijf het niet zien als een kind, oh ja, hij zegt iets misschien zelfs belangrijks of heel slim. Ja, maar het is wel van een kind. Wie zegt dat je het dan niet van hem moet aannemen? Wie zegt dat je het niet moet stimuleren en juist het kind moet motiveren om dit soort uitspraken te blijven doen? Of de verantwoordelijkheid te nemen. Het blijft altijd, ja, maar het blijft een kind. Dan zal die ook altijd een kind blijven. Op het moment dat jij op hem wil rekenen als man, zal die een kind blijken. Zelfs als hij 30 is, zal die dan nog steeds zich gedragen als een kind. En als hij 18 is, zal die op plekken zijn of bepaalde ideeën hebben of fantasie van het leven, of nog steeds in zijn wereldje zitten als kind. Omdat jij vergeten was om hem volwassen te maken, eerder volwassen te maken, of in ieder geval te belonen voor de volwassen opmerkingen. Nu ze is een van de broeders die ik met mijn eigen ogen heb gezien, subhanallah. Die zijn kind met hem heeft afgesproken. En dat kind, hij is volgens mij 11 of zoiets. En een andere broertje van 5. En de moeder. En die vader is vaak op reis. En hij heeft met het kind afgesproken. Hij zegt tegen hem, als ik niet in huis ben, ben jij de man in huis. De man in huis, ik ben 11 jaar, zie je hem dan denken. En je maakt van mij de man in huis. Inderdaad, jij bent de oudste thuis. Jij bent de man in huis, ik reken op jou. Ik reken op jou. Het kind voelt al gelijk van, hey, vertrouwen van mijn pa, moet je eens voorstellen. Ik ben inderdaad de oudste in huis. Ik ben degene die nu de man is in huis. Dus ik moet op bepaalde zaken letten.
En wallahi, dat kind heeft bijvoorbeeld de afspraak, heeft hij met zijn pa gemaakt. De pa heeft van met de kind de afspraak gemaakt. Dat als ik dus er niet ben, ben jij de man in huis. Dus jij bent verantwoordelijk voor het gebed. Dus jij, als het tijd is, herinner jij, zoals ik dat doe bij jou en bij jouw zusjes. Herinner jij jouw kinderen, of jouw broertjes en zusjes, en het gebed en jouw moeder. Herinneren en door. Doe de oproep. Als ze komen, zet ze in rijen zoals ik dat allemaal doe. En als de tijd van aan is gebroken, verricht het gebed. En jij bent de leider op dat moment. Jij leidt het gebed. Jij bent de man. Deze jongen, als je kijkt wat voor effect het op deze jongen heeft. Wallahi, je moet eens met deze jongens aan staan praten. Of je moet eens in gesprek, als jij met de vader in gesprek bent over een onderwerp. Dat je denkt dat het voor een kind niet eens interessant. Maar het kind springt ertussen en verbetert zelfs de vader. Nee, papa, het was dit en dat. Oh, je zegt Allah khair. Je ziet dat er een man is gemaakt van het kind. En tegelijkertijd gaat hij spelen, gaat hij voetballen, is hij nog steeds het kind. Maar dat betekent niet dat hij zich niet mag ontwikkelen op ander gebied. Kennis en noem maar op. Communicatiestoornis voorkomen, geliefde broeders en zusters, van een correcte islamitische opvoeding. We zijn de meedogenloze aanpakken gewend. We zijn het gewend om alleen maar te horen dat het niet mag. Maar niet waarom het niet mag. We zijn alleen maar te horen dat je straf krijgt. Gewend dat je straf krijgt. Maar waarom? En hoe zou je het kunnen oplossen? En bestaan er ook andere mogelijkheden? Dit zijn zaken die wij niet met de paplepel hebben meegekregen. Dus, zou jij dat wel moeten doen en moeten toepassen? In gesprek gaan. Geef voorbeelden aan jouw kind. Ga in gesprek alsof het iemand is waarmee je gewoon een compromis wil sluiten. Of hem wil overtuigen van het feit waarom je hem iets niet laat doen. Imam Malik. Wat mij betreft met Imam Malik. Luister naar het voorbeeld van omgang. En niet eens van de pa, maar van de ma, van de moeder. Luister, moeders. Imam Malik, toen hij als kind was, stond hij bekend om het feit dat er altijd, als er in de stad een bepaalde zanger was, dat de mensen zich eromheen allemaal in grote getalen verzamelden. En die man, zogenaamd het volk was aan het vermaken, stond Imam Malik bekend als kind, dat hij snel in die menigte ging staan en dat hij het geweldig vond en dat hij vol bewondering stond te kijken naar die persoon. En toen zijn moeder dit opmerkte, zei ze niet, je mag er nooit meer komen, je krijgt dit, je krijgt 6 jaar huisarrest en je krijgt weet ik veel, je hebt geen recht op een advocaat en noem maar. Nee, nee. Ze zei, wil jij zoals hem zijn? Ja, ja, ik wil zoals hem zijn, ik wil zoals hem zijn. Waarom wil jij zoals hem zijn? Ik wil kijken hoeveel mensen daar om hem heen staan. Kijk hoeveel mensen om hem heen staan. Wil jij zoals hem zijn? Hij zegt ja. Zij zegt, hey, ik wil dat jij morgen met mij meegaat. Zij neemt Imam Malik mee naar een van de geleerden van toen. Ze komt de zitting, de moskee binnen. En een menigte zit daar om een man die op een stoel staat en de les is aan het verzorgen. En Imam Malik die kijkt en die ziet daar een grote groep mensen. Om iemand die daar niet eens staat te dansen en te schreeuwen en weet ik veel, op allerlei gek te doen. Iemand die op dat moment alleen informatie is aan het geven over qala Allah, qala Rasool. En zij zegt tegen hem, ze ziet dat hij geraakt is. Want dat is... Ze zegt, wil je niet zoals hem zijn? Hij zegt, ja, ook zoals hem. Wat is het? Zij zegt, luister mijn zoon. Je kunt kiezen door voor degene, om degene te willen zijn. En te worden zoals diegene die jij gisteren hebt gezien. En dat was iemand waar Allah Azza wa Jalla en zijn boodschappen tevreden over zijn. Dat was iemand die naarmate hij ouder wordt, de mensen om hem heen en zijn stem
zwaarder wordt en vergaat. Dus hoe ouder hij wordt, zijn kwaliteit afneemt. En de mensen om hem heen zullen ook afnemen. En die persoon die jij hier voor jou ziet, naarmate hij ouder wordt, neemt zijn kennis toe. En nemen de aantal mensen die zich om zijn voeten, aan zijn voeten klampen toe. En de Heer en zijn boodschappers zijn tevreden over hem. En nu mag jij kiezen. Ik heb jou een voorbeeld gegeven. Ik heb jou laten zien hoe het kan. Ik heb jou laten zien hoe het niet kan. Jij bent nu verantwoordelijk. Ik heb jou gezegd waarom. En niet alleen maar doe zo of doe zo. En nu mag jij, ook kind, mag jij kiezen tussen dit en dit. En de verantwoordelijkheden zijn voor jou. En op dat moment denkt iemand Malik die van gisteren. Allah en zijn boodschappen zijn tevreden, ontevreden over hem. Hij wordt ouder en de mensen lopen van hem weg. En die van vandaag, Allah en zijn boodschappen zijn tevreden over hem. Hij wordt ouder, zijn kennis neemt toe en de mensen nemen toe. De engelen en noem maar op. Voor mij is het duidelijk. Mama, ik wil zijn zoals die geleerde. Zoals die Sheikh Fulan. Zij bereidt hem dan ook voor. Luister, o vaders en moeders. Zij bereikt hem ook voor. Zij, jij wilt zoals hem zijn. Ik zal dan er alles aan doen als vader en moeder om voor jou die weg te vergemakkelijken. Ik zal jou datgene geven wat jij nodig hebt om dat te bereiken. Ik wil dat jij een sheikh wordt, dan zal ik jouw weg naar kennis financieren. Dan zal ik jouw kleding en noem maar op, alles zal ik daarvoor klaarmaken. Zij koopt hem dan op dat moment kledingstijl, wat alleen maar de mashayikh eigenlijk op dat moment aankleden. Waarom? Omdat ze hem het gevoel wilden geven, jij wilt zoals hem zijn, vanaf nu begin jij in jouw kleding, in jouw gedrag, in jouw lopen, in jouw handelen, begin jij al op hem, hem te imiteren, en dan zul jij, inshallah, net als hem zijn, als jij zijn zittingen blijft wonen. En vanaf dat moment koopt ze hem dus een mooie kledingstijl, een hoedje en noem maar op en brengt ze hem in de zitting van kennis. Iedereen kijkt om en ziet daar iemand, een jonge knaap, als een sheikh eigenlijk al binnenkomen. En ze zegt, geeft hem als advies, ik wil als eerste dat jij niks anders dan zijn akhlaq, zijn handeling, zijn gedrag overneemt van die sheikh en later komt de kennis wel. En jullie weten ongetwijfeld wat uiteindelijk van dat kind is geworden dat zo graag stond te kijken naar iemand die een optreden of muziek was aan het geven. Maar nadat hij wel correct is gecorrigeerd, goed is begeleid, zorg in is gestoken, tijd, energie in is gestoken als vader en moeder. Zichzelf hebben opgeofferd als vader en moeder om die weg te vergemakkelijken. In die richting is er uiteindelijk van die persoon Imam Malik, wa ma adraka mal Imam Malik, uitgekomen. Het ene en laatste punt, geliefde broeders en zusters, stimuleer het kind zelf goede daden te verrichten. Stimuleer het kind zelf om goede daden te verrichten. Als jij een sadaqa kan geven, waarom zou je het niet aan het kind geven en hem leren dat hij die persoon zou kunnen helpen als hij die sadaqa geeft? Kleine handeling. Waarom zou je het kind niet in contact kunnen brengen als jij een weeskind neemt, vertellen of met hem overleggen of met haar overleggen dat je een weeskind gaat nemen? Waarom ga je een weeskind nemen? Omdat zij geen papa en geen mama meer heeft, omdat zij geen eten, niemand heeft die je kan verzorgen en de hele situatie vertelt, misschien zelfs beeldmateriaal daarvoor gebruikt. En dat Allah azawajal tevreden over jou is. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat hij, dat degene die voor een wees zorgt, hij samen met hem in het paradijs is, dicht bij hem in het paradijs zal zijn. En vertel hem op deze manier, verbind zijn hart op die manier en laat hem dan of haar dan beslissen, hey, zullen we dan een weeskind nemen? En het kind wordt direct verbonden met een goede daad. Met het lopen en het helpen van die armeren. Of het geven van een kleding of weet ik veel aan behoeftigen. Of het helpen van ouderen bij het oversteken. Of noem maar op, stimuleer het kind. En telkens als hij het doet, beloon hem daarvoor. Zeg dat jij tevreden over hem bent. Dat Allah azawajal tevreden over hem is. Dat een ieder tevreden over hem is. Beloon hem met zaken waar je ziet dat het goed is. Een laatste punt, geliefde broeders en zusters. In relatie met de Koran en het Arabisch. Een correcte islamitische opvoeding zonder Koran, daar bestaat geen kans van slagen in. Zonder Arabisch is de kans ook
heel miniem om het te laten slagen. Verbind het kind vanaf kleins af aan met de Koran. Dit waren enkele adviezen, geliefde broeders en zusters. Natuurlijk zeg ik daarbij, en heb ik in het begin al gezegd, niet alle. Maar als we er een aantal of één van zouden toe kunnen passen, dan zou je zien en merken dat jouw kind verbonden wordt met Allah Azza wa Jal. En dat jouw kind op de weg van Allah Azza wa Jal inshallah te vinden is. Als dat niet het geval is, heb jij je verantwoordelijkheid. Heb jij in ieder geval je best gedaan. Want het resultaat is niet aan jou of aan mij. Het resultaat is aan Allah Azza wa Jal. Maar jij kan je Heer tegemoet komen en zeggen dat jij je best daarvoor hebt gedaan. En dat jij het niet in de steek hebt. Vraag Allah Azza wa Jal om mij te vergeven. Al datgene wat ik fout heb gezegd is van mij en de shaitaan. Al het goede is van Allah. Wa subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan.